Hekken staan open voor het voorjaar. Ik hoor schapen vreten in de mist, die zich haastig meester maakt van de rust over het land, zoals de onrust mij overmeestert. U herkent de dichtregels misschien wel. Ze zijn van de Friese dichter Tjebbe Hettinga, geschreven in het Fries en vertaald naar het Nederlands. Midden februari op de fiets heet het. Prachtige regels en je ziet het zo voor je, het beeld dat hij schetst met zijn woorden. En je voelt de koude mist bijna op je huid. Op en top Friesland, zou je zeggen. Of toch niet? Had het ook Groningen kunnen zijn? Of Zeeland? Ierland misschien? Of Malta? Majesteiten, beste mensen. Leeuwarden is dit jaar culturele hoofdstad van Europa. Maar misschien kan ik beter zeggen, Leeuwarden is dit jaar het middelpunt van de culturele hoofdstad van Europa. De plek in de vijver waar de steen neerkomt en van waaruit de rimpelingen op het water wegrollen. Naar de 11 Friese steden, waar vermaarde kunstenaars uit de hele wereld fonteinen bouwen en een spetterende tocht der tochten tot stand brengen. Naar het Friese platteland, waar amateurkunstenaars, en wie wil dat eigenlijk niet zijn, laten zien wat Iepen Minskip is. En naar alles en iedereen daartussenin. Rimpelingen die door de hele vijver golven, die alles en iedereen beroeren. Beroeren met kunst. Rimpelingen die vragen oproepen als: in wat voor wereld wil je wonen? In wat voor straat? Wat voor wijk? Wat voor dorp of stad? En in wat voor land? Rimpelingen die, als je ze stuurt zoals de organisatie hier doet, nieuwe verbanden kan opleveren. Tussen mensen en groepen die elkaar anders niet zomaar zouden tegenkomen. Zoals bedrijven en culturele instellingen, professionele kunstenaars en amateurs. Banden tussen Leeuwarden en Valletta, die andere culturele hoofdstad van dit jaar. En dat is wat kunst kan doen. Het kan ons inspireren en emotioneren. Het stelt vragen en geeft soms ook antwoorden. Kunst mag schuren en mag ontregelen. Maar het kan ook binden. Mensen in beweging krijgen. Om een ideaal na te streven. Voor een mooie en betere wereld. En dat allemaal op zichzelf is al goed genoeg om die rimpelingen hun werk te laten doen. Maar er komt nog wat bij dat mij als minister van Cultuur bijzonder aangaat. Want het zorgt er ook voor dat mensen in aanraking komen met kunst, in welke vorm dan ook. En die kunst gaan waarderen. Waardoor het draagvlak voor de kunst sterker wordt. En waardoor het lastiger wordt om er het mes in te zetten als er bezuinigd moet worden. En u begrijpt wat ik bedoel, anderhalve maand voor de gemeenteraadsverkiezingen in een deel van Friesland en in de rest van Nederland. Beste aanwezigen, we hebben de afgelopen 3 kwartier kunnen zien en horen wat de culturele hoofdstad en wij de omgeving allemaal in huis heeft. En we gaan straks nog veel meer meemaken. Straks, morgen, volgende week, het hele jaar door. En hopelijk nog veel langer. Want de banden die nu worden gesmeed door de kunst worden niet verbroken als Leeuwarden ophoudt culturele hoofdstad te zijn. Want die banden zijn duurzaam. En ik wil u nog even laten genieten van Tjebbe Hettinga. Heel Fries, maar tegelijkertijd ook zo Nederlands. Zo Europees en zo grenzeloos. Hekken staan open voor het voorjaar. Ik hoor schapen vreten in de mist, die zich haastig meester maakt over de rust over het land, zoals de onrust mij overmeestert. Dank u wel.